als een college artikel 162 wetboek van strafvordering overtreedt door iets binnen kamers te houden, dan is het voor ons klaar. En dan zoeken ze zelf maar uit daarin. En dat zal nog wel een staartje krijgen op dit onderdeel natuurlijk. Ja, want ik hoorde ook, dat was eigenlijk de burgemeester, die had in het begin nog een verklaring. Die was er niet zo blij mee. Die overweegt zelfs stappen te ondernemen. Oh ja, ik vind dat een vorm van chantage. Maar dan moet ze zelf weten wat ze zegt of zo. Bij die inhoud van die verklaring die ze net heeft voorgelezen is volstrekt bezijden de waarheid. Dus het is gewoon niet correct. Wij hebben er heel andere. Ben je daar niet bang voor dat u ook aangeklaagd wordt? Oh, nee. Nee, lasten, smaad. Ik zie er graag tegemoet of het college in de rechtbank als ze dat willen.